Goeie naam. Doe dat helemaal niet? Ja, Larnix moet Larnix! Hallo? Goedenavond. Goedenavond. Hier in het Brabantse. Jemig, wat een zaal. Hallo allemaal. Hij wilde een beetje zin in. Ja, er stond hier de hele Kamerdelegatie te trappelen. Om nu te woord staan. Net dacht ik even, toen ik zo rondliep, dacht ik van... Sommige mensen denken, ik ga niet stemmen. Ik hoorde het zeggen, degene die de stemmen telt is de baas. Vanavond viel mijn auto binnen. Is onmogelijk. Als de stemmen degene steller de baas was, zouden ze ons niet zo tegenwerken. Daarom zijn ze zo bang van ons. Dus ga stemmen. Op alle mensen die nou het podium opkomen. Hier is Thierry en hele Rimram. Geef een hartelijk applaus. Dank jullie wel, wat geweldig dat jullie er allemaal zijn. Wow, wat een zaal. Wat een mensen. En wat een waanzinnige campagne is dit, beste vrienden. Wat een campagne. We zijn eerder vandaag in Eindhoven geweest. Gisteren heel Limburg door. En we gaan ook alle andere steden af, alle andere provincies... Kunnen we iets doen aan de galm? Is niks aan te doen? Even denken. Dat is alleen voor mij op het podium, Fennet? Ja, dit is een speech met hindernis. Want ja, anders werd het wel te makkelijk, zeg maar. Anders was ik er te goed in. Dat moet wat moeilijker worden. Nee, het moet iets droger, het geluid. Maar wat zo gaaf is, is dat we overal mensen tegenkomen die uit all walks of life komen, zoals de Engelsen dat zeggen. Ik heb nog steeds geen goede Nederlandse term daarvoor. Maar ja, van alle richtingen des levens, alle leeftijden, alle achtergronden, alle type beroepen. En ik heb best wel lang zitten nadenken hoe dat nou komt en wat dat nou is. Wat maakt nou Forum zo bijzonder dat het ook altijd gezellig is? Na afloop. En van tevoren. En ik kom steeds weer uit bij een term waarmee ik ooit Forum ben begonnen. En dat is de term... kartel. Ik wil het vanavond met jullie hebben, en er zijn ook mensen op de livestream, over het concept kartel. Wat is nou eigenlijk een kartel? Wat is er nou eigenlijk aan de hand met de macht in Nederland en misschien wel in de rest van de wereld? Hoe werkt macht nou eigenlijk? En hoe werkt democratische politiek in de moderne zin des woords? En als we dan uitzoomen, dan zien we een zeer zorgwekkende en zeer droevig stemmende trend. Namelijk dat wat er ook maar gebeurt met verkiezingen in alle landen om ons heen, dat het beleid eigenlijk niet verandert. Of nou Macron wint in Frankrijk, daarvoor had je François Hollande, daarvoor had je weer iemand anders, een andere people the clown, ik weet niet eens meer hoe die heette. En in Engeland... Weet je wel, met veel bombarie was David Cameron was verslagen toen de Brexit lukte. En ik stond daarbij te juichen. Die Brexit was fantastisch. Maar toen kregen we misschien wel iemand waar ik dan nog wel een soort van bijna medelijden mee kreeg. Theresa May, die kon het helemaal niet aan.
En toen kwam Boris Johnson en toen had je die Sunak, die is dan nu de prime minister van het Verenigd Koninkrijk. En dan moet er weer een iemand worden omgewisseld. Dan moet er een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken worden gevonden. Beter zo. Een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken worden gevonden. En dan komen ze weer met David Cameron om de hoek kijken. Dat je echt denkt van, verandert er nou nooit wat? In Italië stonden we allemaal te juichen, omdat Giorgia Meloni, weet je wel, die had de verkiezingen gewonnen. Wauw, nou gaat er echt wat veranderen. De immigratie, het eerste wat ze hebben, gaat gewoon door. Totale steun aan Oekraïne, we laten Oekraïne nooit vallen, weet je wel. En zij had daarvoor, al voordat ze was verkozen, had ze al een enorme campagne gedaan dat ze geprikt was en foto's gedeeld. En op dat gebied ook bleek er helemaal geen vernieuwing. En dat heeft allemaal te maken in mijn ogen met kartel. Toen ik begon met de politiek, toen, en dat is een jaar of 10 geleden, toen ging dat om een referendum over de EU. David Cameron, nota bene, die we net noemden, die had aangekondigd dat de Britten een referendum kregen over lidmaatschap. En samen met Pepijn van Houwelingen, die nu net binnenloopt, wij kenden elkaar toen al en we waren al bevriend, hebben wij toen een pressiegroep opgezet, een lobbygroep, om ook de Nederlanders een referendum te gunnen. En dat duurde een aantal jaren. En uiteindelijk hadden we dat referendum gekregen. Toen moesten we dat handtekeningen verzamelen en zo. Maar uiteindelijk kregen we dat referendum. En toen werd dat terzijde geschoven door Rutte. Heel bekend. Nou, daarom hebben we nu die oorlog. Daarom zijn er 500.000 Oekraïense jongens dood. Omdat Rutte die handtekening toen toch gezet heeft. Als Rutte dat niet gedaan had, dan, ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat er dan geen oorlog was geweest daar nu. Ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat dan 500.000 Oekraïense jongens nog hadden geleefd. Maar, oké, hij tekende toch en wij besloten dat we mee gingen doen aan de verkiezingen. En ik publiceerde een boek, Breek het partijkartel. Omdat het mijn overtuiging was, en nog steeds is trouwens, dat al die gevestigde partijen ontzettend op elkaar lijken. En ook alleen de macht mogen delen, meedelen, als ze in feite het staande beleid gewoon uitvoeren. Het gevestigde beleid. Dus eigenlijk wat ik zei, dat was, en dat geloof ik nog steeds, de ingezette richting vanuit de ministeries, vanuit de gevestigde belangen, de grote investeerders, de banken, BlackRock, de Bill en Melinda Gates Foundation, de George Soros Foundation. Die ingezette lijn, die is veel belangrijker op een bepaalde manier dan wat individuele politici wel of niet beloven in verkiezingstijd. Want die beloftes, die gaan gewoon op een of andere manier gaan die overboord op het moment dat ze aan de macht zijn. En wat Forum voor Democratie in de eerste plaats is, en daarom begon ik dit verhaal met iets te vertellen over dat ik het altijd zo fijn vind om elkaar te ontmoeten. Dat ik altijd merk, en er zijn altijd heel veel mensen die willen met mij op de foto, dus ik heb niet altijd de tijd om met mensen rustig te praten, maar ik kijk altijd wel om me heen. En ik zie dat er altijd mensen zijn, jong, oud, met een migratieachtergrond, zonder migratieachtergrond, blank, zwart, homo, hetero, hoog opgeleid, laag opgeleid, maakt allemaal niet uit, blond haar, donker haar, kaal, met een bril, met een snor, non-binair, nou dat misschien niet, maar je hebt altijd... Je hebt altijd heel veel verschillende soorten mensen. En dat is wat Forum voor Democratie volgens mij fundamenteel
anders maakt dan alle andere partijen in Nederland in elk geval. En misschien wel in de hele westerse wereld. Wij zijn een partij van mensen die eigenlijk een ontzettende hekel aan de politiek hebben. Wij zijn een partij van mensen die eigenlijk helemaal niet in de politiek willen zitten. Maar wij hebben het gevoel dat er iets van ons is afgenomen. Iets heel wezenlijks, iets heel belangrijks, iets wat je misschien ook jarenlang wel intuïtief ergens kan voelen, maar wat je niet, waar je de vinger niet precies op kan leggen. Wat is het nou? Is het nou de immigratie? Is het nou het klimaatbeleid? Is het de corona, de lockdowns, de vaccinaties? Is het al dat oorlogsgeweld overal waarvan wij denken, wat moeten we daar? Is het CBDC? Is het de EU? Is het de euromunt? Waar zit het hem nou? Is het censuur op het internet, stikstofregels, de moderne esthetiek en de moderne architectuur, die natuurlijk lelijk is en die we niet willen? Is het de van de mensen die in hun deftige pakjes op tv mogen vertellen dat ze minister van dit en dat zijn en je ziet gewoon aan hun ogen dat het Mongolen zijn? Is dat het? Maar er is iets in ons allemaal dat wij voelen, we worden bedonderd, waar we bij staan. Het klopt niet, het deugt niet, wat gebeurt er met ons land? Dat. En dat hebben wij willen gestalte geven. Dat hebben wij willen organiseren. Wij hebben eigenlijk de Nederlanders, de gewone Nederlanders, die helemaal niet geloven in al die rare verhalen waar ze ons mee bombarderen, al dat wij-zij denken waar ze ons in willen trekken. Oh, jij bent wel gevaccineerd. Oh, jij bent niet gevaccineerd. Oh, jij bent pro-Oekraïne. Oh, dan ben jij een Poetin-lover. Oh, jij bent sceptisch over de immigratie. Dan ben je een racist. Je wil geen transgender-operatie op scholen. Dan ben je een homo-hater. Al dat gelul, al die tegenstellingen, al die labels, complotdenker, noem het allemaal op, wappie, klimaatontkenner. Wij zijn eigenlijk gewoon een groep van mensen, hele gewone mensen, die eigenlijk iets heel anders willen doen met hun leven, namelijk dit land mooier maken, een bedrijf opzetten, goed zijn voor je familie, lief zijn voor je omgeving, een huis bouwen, een reis maken. Maar wij voelen en we zien dat wat er nu gebeurt in de politiek over de hele linie slecht is voor ons. Dat onze welvaart ons wordt ontnomen, we zien het om ons heen. 40 jaar geleden, 20 jaar geleden nog, kon een eenverdiener zonder enig probleem een gezin onderhouden, huis kopen, auto voor de deur. Je kunt 2 keer op vakantie per jaar. Je kon op een normale manier leven, dat kan niet meer. Dat wordt gewoon weggesluist, dat geld, dat is er niet meer. Er zijn geen huizen meer. Onze energierekening is onbetaalbaar geworden. Het onderwijs is niet veilig meer, want het is alleen maar propaganda met ideologische dingen. Gekkigheid, met transgenders, met klimaatactivisme, de week van de lentekriebels. We moeten allemaal excuses maken voor ons verleden. En eigenlijk zijn het allemaal voorbeeldjes. Want dat is wat er steeds gebeurt. Het is steeds de focus van de dag. Dan is er weer een andere crisis. Nu is het Midden-Oosten waar we allemaal iets van moeten vinden. En de een is een terrorismevergoelijker. De ander is een antisemiet. Het zijn allemaal weer van die woorden, van die scheldwoorden. Terwijl wij kijken naar de wereld en we vragen ons af, waarom gebeurt dit? Kan dit niet totaal anders? Welke belangen worden hier nou bij gediend? Welke richting wordt hier uitgezet? En waarom lijkt het niet uit te maken wie die verkiezingen wint? Ja, dat is het startpunt van Forum voor Democratie. Als u zich ook zo voelt, bent u een FVD'er. Als u zich ook zo voelt, dan hoort u erbij. Bent u hier thuis. En dan nodig ik u uit om samen met ons op die speurtocht te gaan. Naar waar de ware macht ligt. Naar waarom deze lijnen zo gaan zoals ze gaan.
welk geld er verdiend wordt, welke belangen er gediend worden, waarom wij zoveel informatie niet krijgen, hoe we samen onwaarschijnlijk veel sterker zijn dan al die overheidsorganisaties en alles wat ze van bovenaf op ons afvuren. We hebben een eigen school opgezet, een netwerk van boeren, een eigen uitgeverij, een mediahuis. Misschien gaan we binnenkort een woningcorporatie starten, een universiteit. Waarom niet? Sky is the limit. Al die talenten, al die mensen, al die gezichten. Iedereen is even divers als een ander bij ons. Het gaat erom dat wij het spel doorzien, het spel willen doorbreken. En dat heeft het kartel ook nog eens een keer op een bepaalde manier begrepen. Want omdat wij het spel willen doorbreken en die dommige cyclus van nu eens wint die de verkiezingen en dan die en uiteindelijk verandert er niks, omdat we dat benoemen, zien ze ons als een wezenlijke bedreiging voor hun spel en hun systeem. En dus is er het volgende aan de hand. En dat wil ik hier in deze zaal on the record zeggen, terwijl ik gefilmd word, terwijl het een livestream is. Ik ben me daar zeer goed van bewust. Er zijn duizenden troll-accounts actief op het internet. En dat kan niet spontaan zijn. Dat is georchestreerd van bovenaf. Dat wordt georganiseerd. En als je kijkt, en we hebben daar vandaag een filmpje van gepost op onze socials. En als je daarop klikt, als je dat ziet, je ziet het. Allemaal accounts met 0 volgers, 0 likes, 0 posts. Die als een malle onder al onze berichten posten. Ga niet stemmen. Stemmen heeft toch geen zin. Thierry heeft het zelf gezegd. Het is allemaal één groot systeem. Als ze allemaal bij elkaar horen, waarom zou je dan nog gaan stemmen? En ik vraag jullie, ook de mensen thuis, om dit zelf te controleren. Iedereen kan dit controleren. Geloof mij niet op mijn woord, check het zelf onder onze posts. Je zult het zien en klik op die accounts en je ziet het, het zijn troll-accounts. Het zijn overduidelijk troll-accounts. Honderden, duizenden in totaal op alle social media platforms. Dat kan niet spontaan gebeuren. Daar zit een hand achter. En het is geen domme hand. Het is niet dom, want ergens hebben ze gelijk. Het klopt. Wij prikken het systeem door. Het klopt, wij zoomen uit. En wij zeggen, wij doen niet mee aan die spelletjes. Maar wat niet klopt is, dat het niet zinnig zou zijn om op ons te stemmen. Wat niet klopt is, dat wij geen toegevoegde waarde zouden hebben in de politiek. Als Forum er niet was geweest, was er geen politieke oppositie geweest tegen alles wat ze ons in coronatijd hebben aangedaan. Als Forum er niet was geweest, was er geen politieke oppositie geweest tegen de oorlog in Oekraïne. Was er niet geweest. Als wij er niet waren geweest, had niemand geweten in Nederland wat het World Economic Forum is. Als wij er niet waren geweest, dan was er niet nu al een schooltje geweest waar wij kinderen op een goede manier, zoals wij dat zien, onderwijs geven. Met muziek, met het bos ingaan, met gewoon normaal rekenen en taal en aardrijkskunde en geschiedenis. Alle basisdingen, zonder politieke indoctrinatie, zonder dat ze op hun 4e al moeten oefenen met masturberen, zonder dat ze al die dingen moeten doen die ze op andere scholen moeten doen. En het is één school, elk begin is klein. Maar als jullie ons het mandaat geven na de verkiezingen, dan maken we er 2, 3, 4 scholen van. Dan gaan we groeien. En misschien doen we ook wel een
Misschien zetten we wel een opleidingsinstituut op of een masteropleiding voor docenten van 4-5 weken. Maar ook voor architecten bijvoorbeeld. Kunnen we doen. Met een speciaal certificaat. En dat zijn mensen die zijn getraind dan in de traditionele esthetiek. En dat kunnen we over de hele linie doen. We bouwen een netwerk met elkaar. Doordat wij bestaan, hebben we onze app met duizenden bedrijven waar iedereen elkaar kan vinden. Ze kunnen ons nooit meer een lockdown opleggen. Dat kan niet meer, want we hebben onze app. We kunnen overal elkaar vinden met vakantiehuisjes, restaurants, loodgieters, stucadoors, APK-keuringen voor je auto. We kunnen een meerijdservice organiseren, zodat we ons alternatief voor Uber instellen. Als Forum er niet was geweest, dan waren wij een volk dat zich niet kon organiseren. Dan waren we niet aan de goden overgeleverd, maar aan de kartelmensen. Ik mag niet zeggen satanisten, want dat komt alweer in de krant. Maar dan, als Forum er niet was geweest, dan waren wij als Nederland op geen enkele manier in staat om ons te verweren tegen alles wat ze op ons afvuren. En ik zou jullie op al die dossiers met alle plezier nog, hè, en dat doen we ook continu natuurlijk, dingen uitwerken. Het stikstofverhaal. Ik heb er deze zomer een boek over geschreven. 302 bladzijden met feiten over dat dit van A tot Z kolder is. We kunnen jullie laten zien, we hebben al die berekeningen, dat als je wil immigratie voor asielmensen wil toestaan, dat je 50 tot 100 keer zoveel van die mensen kan helpen in hun landen van herkomst met hetzelfde geld. Als dat je doel is, als het doel is om die mensen te helpen, 1, stop dan met al die oorlogen alsjeblieft, dankjewel. Ja? Zullen we even stoppen met 1 miljoen mensen in Irak te bombarderen en dood te maken? We stoppen met 1 miljoen mensen in Afghanistan dood te maken? Waar zijn we mee bezig, weet je wel? Daar begint het mee. En vervolgens al die mensen hierheen halen? Nee, daar. Dat is, we kunnen het al die berekeningen, het Groninger gas, honderden miljarden zit daar in de grond. En de ene zegt het is 600 miljard, de ander zegt nee, het is maar 150 miljard. Hangt van de dagprijs af die je neemt, hangt van allerlei factoren af. Maar de bottom line is, er zit daar gewoon heel veel geld in de grond. Het is krankzinnig, terwijl je voor maximaal 10 miljard daar alles solide kan maken. De hele boel kan restaureren. Het is waanzin. We kunnen al die dossiers met jullie afbellen. Het internet, de manier waarop ze daar met een digitale identiteit het hele vrije internet willen censureren. Doordat Elon Musk Twitter kocht, hebben we een tipje van de sluier opgelicht gekregen over wat er allemaal gebeurt en wat we allemaal niet mogen weten. Over al die onderwerpen kunnen we een avond lang praten. Maar wat ik wilde doen was een fundamenteler punt maken. Want wat er nu op het spel staat over een paar dagen, 4 dagen, 22 november, woensdag 22 november, dat is een beweging die uiteindelijk niet gaat over wij zijn tegen immigratie of wij zijn voor vrijheid van meningsuiting of wij willen de belastingen lager of de benzineprijs moet goedkoper omdat de klimaatbeleid moet stoppen of iedereen moet een huis kunnen krijgen en dat kan ook gewoon natuurlijk als we stoppen met de massale immigratie en de verduurzamingsregels voor de woningcorporaties. Natuurlijk gaat het allemaal daarover, maar uiteindelijk gaat het over iets nog veel fundamentelers en dat is wat zijn we nou eigenlijk aan het doen met elkaar? In wat voor een film zitten we met elkaar? Hoe lang laten we ons nog bespelen? En dan nu is het nieuws, oh, misschien gaat Wilders de verkiezingen winnen. Wat is er ook alweer gebeurd de afgelopen 3 maanden? Geert Wilders heeft op alle mogelijke manieren aan het systeem duidelijk gemaakt dat hij one of the boys is. Hij heeft mij belachelijk gemaakt omdat ik twijfels heb bij de maanlanding en bij 9-11. Hij heeft meegedaan met corona. Hij heeft gezegd dat hij Oekraïne 100% steunt. Zij het niet met wapens, maar wel met geld. Maar hij staat helemaal achter. Hij staat helemaal achter de nieuwe oorlog in het Midden-Oosten die Israël aan het veroorzaken is. Hij heeft gezegd dat hij islam geen prioriteit meer vindt en immigratie. Dat is nu niet aan de orde. Kortom, Geert Wilders heeft
Fidelio gezegd. Het paswoord om bij de geheime club te horen. Geert Wilders heeft aangegeven dat hij mee wil doen met de jongens. Hij is alle hoepels doorgegaan. Hij is helemaal geen bedreiging meer of nooit geweest, misschien wel. Hey, heel Nederland is versteld. Oh, hij wint in de peilingen. Wow, wow, wow. Het maakt niet uit. Of hij nou wint, of Omtzigt wint, of dit wint. Of dat. Het maakt allemaal niet uit. Allemaal één club. Wij zijn een andere club. Wij zijn de club mensen die dat allemaal doorzien. En het gaat ons niet om je huidskleur, of je geloof, of je dit, of je dat. Wij willen met elkaar vrij zijn in dit land, op een fijne manier leven. Lage belastingen, een overheid die is niet te veel met ons bemoeid. We moeten denken uit ons gezamenlijke eigen belang. En iedereen moet het ook zoveel mogelijk op zijn eigen manier invullen. We willen nooit meer lockdowns, we willen nooit meer vaccinatieplicht. We willen vrijheid van meningsuiting. Er gaan mensen weg, dat is meestal een goed teken. Maar in dit geval vind ik het jammer. Dank u wel voor uw komst, meneer. Maar wij hebben een unieke historische taak om steeds meer mensen in dit land wakker te maken. Te laten zien wat er speelt, daaruit te stappen, een alternatief te creëren voor dit land, voor alle mensen in Nederland en hopelijk internationaal. En ik hoop dat jullie doorzien dat onze kritiek op het systeem niet betekent dat je niet moet gaan stemmen. Dat is wat ze ervan willen maken. Dat moeten we doorzien. Wij gaan wel stemmen. We stemmen op 22 november. FVD, wij worden de grote verrassing van de verkiezingen. Dat geef ik op een briefje mee. Ik heb de afgelopen 2 weken 47 miljoen mensen bereikt. Op TikTok alleen. Ik hou van jullie allemaal. Geweldig dat jullie er zijn. Dankjewel. Stem Forum voor Democratie over een paar dagen. Dankjewel. Dankjewel. En mag ik nu een enorm applaus voor de nummer 2 op onze lijst. Frederik Jansen, dankjewel. Dank jullie wel. Er is veel te doen over alle gender dingen die nu gaande zijn. En ik heb mij de laatste tijd daar wat meer in verdiept. En dat is niet leuk, kan ik jullie vertellen. Dat is niet iets waar je graag in verdiept. Helemaal niet als je, ik weet niet of jullie dat hebben, maar altijd als ik met medische dingen bezig ben, dan vind ik dat altijd, ik krijg zo'n naar gevoel bij. En al helemaal als het dan gaat over het verwijderen van lichaamsdelen. Dat is al helemaal onheimisch. En wat blijkt nou? In het basispakket is opgenomen dat mensen waarbij is vastgesteld dat zij transseksueel zijn, hè, vastgesteld door een arts, dat dat dan vergoed wordt vanuit het basispakket. En het zijn zoveel dingen, bijvoorbeeld de tandarts, bril, al die dingen, worden niet vergoed vanuit het basispakket. Maar deze genderbevestigende operaties, zoals ze dat dan eufemistisch noemen, uiteindelijk gaat het gewoon om het afhakken van genitaliën, dat is echt heel gruwelijk, permanente verminking. Dat wordt dan vergoed vanuit het basispakket. Maar niet alles wordt vergoed vanuit het basispakket. Alleen de primaire geslachtskenmerken, die worden dan vergoed. Dus, maar de verzekeraars, die verzekeren dan weer een heleboel van die andere operaties. Maar ze willen zo graag dat mensen dit doen. Ze willen zo graag dat mensen hier toegang toe hebben. Dat ook dingen die dan niet in het basispakket zitten. Bijvoorbeeld borstprotheses voor transgenders. Die zijn dan, daar is een speciale subsidieregeling voor. Dus stel je bent transgender en je wil dat dan, dan krijg je 4000 euro puur subsidie van de overheid om dat te doen. En vrouwen die borstkanker hebben gehad, die moeten dit zelf betalen. Dat is het wrange. Er zijn een paar mensen in Nederland die hiermee te maken hebben, die misschien echt, dat allemaal niet goed zit in hun hoofd. Maar deze totale hype, het laat zo'n contrast zien over wat wij belangrijk vinden in dit land. Normale zorg, die voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn, wordt steeds duurder. Wordt steeds duurder. Steeds meer mensen kunnen hun zorg niet meer betalen. Vermijden de huisarts, vermijden de tandarts. En dit soort operaties, dit soort dingen, worden voor hen allemaal vergoed. Wij vinden dat super, super wrang.
En we zijn de enige partij die zich hierover durft uit te spreken. Want heel Nederland vindt het gestoord wat er gebeurt. En iedereen is bang om weggezet te worden voor dit of dat en zus en zo. Maar wij strijden hier tegen. Want dit is een van de allerbelangrijkste dingen die er nu aan het gebeuren is. Ze zijn onze jeugd aan het vergiftigen met belachelijke ideeën hierover. En we hebben allemaal gezien... Het wordt steeds gekker. De wachtrijen bij die klinieken. Vroeger was het zo, nog tot 10 jaar geleden of zo, dat er ongeveer 60 van dit soort operaties per jaar waren. En was het nou, hoeveel was het nu per jaar? 3200 per jaar? Dat soort aantallen. En die kinderen, die worden hier ingepraat. Dit zijn vaak kinderen die in de war zijn, die depressief zijn. Die komen bij zo'n psychiater en die zeggen, ja, oh, jij bent een meisje. Heb je misschien wel eens met een autootje gespeeld vroeger? Nou, misschien ben je dan wel in het verkeerde lichaam geboren. En het is heel erg, want die kinderen die denken van, oh, ik voel me niet prettig, ik voel me niet fijn, ik ben depressief. Misschien is dit de oplossing voor al mijn problemen. En uiteindelijk worden ze een pad ingerommeld waar ze nooit meer uit terugkomen. Permanente verminking, permanente onvruchtbaarheid. Het is zoiets tragisch, we moeten hier tegen zijn en we moeten ons hierover uitspreken op 22 november. Dank jullie wel. En mag ik een heel hartelijk applaus voor Guido. Dank jullie wel. Hebben jullie er nog een beetje zin in, lieve mensen, vanavond? Fantastisch, fantastisch. Ik heb er ook ontzettend veel zin in. Het blijft echt geweldig om te zien dat Forum voor Democratie op het laatste moment besluit om toch nog een campagnetour te starten en te zien dat we overal waar we komen de zalen weer afgeladen vol zitten met heel veel enthousiaste mensen. Dat geeft zoveel hoop, zoveel kracht. We zien enerzijds een staat die steeds maar weer nieuwe crisissituaties aan het verzinnen is op het gebied van klimaat, veiligheid, gezondheid, om steeds meer macht en controle naar zich toe te trekken. We worden inmiddels gecontroleerd op manieren waarvan ik ooit dacht dat alleen mijn moeder dat deed toen ik 5 jaar oud was. Zeggen hoe laat je thuis moet zijn, zeggen wat je mag eten. Het is te bizar voor woorden. Maar aan de andere kant zien we gelukkig die steeds groter wordende groep mensen die al die trucjes doorziet, die zich bewust is van wat er gaande is, die zich verenigt en zich hiertegen uitspreekt. En dat zijn wij met elkaar, dat is Forum voor Democratie. En samen voeren wij die fundamentele strijd. Het is een epische strijd die me soms wel eens doet denken aan van die films waarin je enerzijds de helden hebt die vechten voor vrijheid en strijden tegen de duistere krachten van onderdrukking. Waarbij we nu volgens mij in die laatste scène zitten waarin je nagelbijtend op het puntje van je stoel zit om te kijken wie die strijd gaat winnen. En dit is natuurlijk geen film, het is realiteit. En wanneer je naar een film kijkt en ziet dat die helden in de laatste scène op de rand van de afgrond staan, dan weet je dat er waarschijnlijk nog wel iets gaat gebeuren, waardoor er in één keer een andere wending aan het verhaal komt. Maar omdat dit realiteit is, kunnen we niet achteroverleunen. Er is werk aan de winkel. Want uiteindelijk is dit een allesbepalende strijd. Alles bepalend. Het gaat erover in wat voor land wij straks wonen, waar onze kinderen en kleinkinderen opgroeien. Of Nederland überhaupt nog wel bestaat. Is Nederland over een paar jaar een land dat helemaal is volgebouwd met megalomane appartementencomplexen die we alleen nog mogen verlaten als we niet verder dan 15 minuten ver gaan, omdat we anders te veel CO2 uitstoten en dan kunnen we niet meer op vakantie of iets anders doen? Wordt het een land waarin de autochtone bevolking een
minderheid wordt en waarin we dat gemeenschapsgevoel helemaal kwijtraken? Wordt het een land waarin we allemaal de hele dag door rondlopen met QR-codes, een digitale identiteit, digitaal geld, waarmee wordt afgedwongen dat we onze menselijke waardigheid verliezen door insectenburgers te moeten eten met kartonnen vorkjes? Wordt het een land waarin onze kinderen op school worden geseksualiseerd, waarin we dat normaal moeten vinden, dat er in gezonde lichamen gesneden wordt? Of wordt het een land waarin mannen en vrouwen vrij zijn om hun eigen geluk na te streven, waarin we nog koeien in de wei zien staan, waarin onze tradities behouden zijn, waarin kinderen op school gewoon basisvaardigheden aangeleerd krijgen in plaats van te worden geïndoctrineerd, waarin we samen een sterk, solidair volk vormen, een soeverein volk dat het hoogste gezag heeft over de wetten die in ons land gelden? Dat is waar deze strijd over gaat. En ik denk dat dit heel erg spannend is. En heel af en toe vraag ik me ook wel af, valt het tij nog wel te keren? Want het is wel duidelijk dat het systeem nu echt op ramkoers is en in de hoogste versnelling alles op alles zet om elke onwelgevallige mening uit het debat te weren, om ons te censureren, te stigmatiseren, te ridiculiseren, om alsmaar die staatsideologie door en door te blijven propageren. En er is op dit moment één partij die een bedreiging vormt voor de uitrol van die totalitaire agenda. Omdat er überhaupt maar één partij is die die agenda durft te benoemen. Eén partij die om die reden overal wordt uitgesloten en bestreden. Eén partij waar men zo bang voor is, omdat men weet dat wij niet zwichten voor die druk. Wij zwichten niet voor die ridiculisering. Forum voor Democratie staat als een huis. Forum voor Democratie is springlevend. Dat blijkt ook hier vanavond weer. Dat is fantastisch om te zien. Ze krijgen ons niet klein. En juist nu, lieve mensen, is het van het grootst mogelijke belang en een buitengewoon krachtig signaal af te geven om te laten zien dat Forum voor Democratie nog lang niet klaar is, dat wij groter worden dan dat we nu zijn, want dat is de beste manier om Frans Timmermans, Jussiel Gus, Pieter Omtzigt en al die andere kartelpartijen een hele slechte avond te bezorgen. Dus stem allemaal op 22 november op Forum voor Democratie. Dank u wel, lieve mensen. Dank u wel. En dan is het nu mij een enorme eer om de grootste bedreiging van Klaus Schwab aan te kondigen. Onze enige echte Pepijn van Houwelingen. Dankjewel, Geon. Wat geweldig om hier met u allen te mogen zijn in het prachtige Den Bosch. Volgens mij een van de meest mooie en aantrekkelijke steden van Nederland. En als ik aan Den Bosch... Ja, mag u voor uzelf klappen? Prachtige binnenstad. En als ik aan Den Bosch denk, en dat is denk ik actueel, daar wil ik kort met u over hebben, dan denk ik altijd aan een prachtig boek van Maarten Prak. Dat is een hoogleraar geschiedenis in Utrecht. Kan ik iedereen aanraden. Het heet Republikeinse Veelheid, Democratisch Enkelvoud. Is er misschien iemand die dit boek kent hier? Het is een historisch werk. En dat gaat over Den Bosch. Het gaat over uw stad. En Maarten Prak, dat was ook zijn proefschrift, die heeft helemaal nagezocht die transitie van de vroegmoderne tijd van Den Bosch naar de moderne tijd. En daar moet ik dan vaak aan denken, en ook nu weer, waarom? Omdat in de vroegmoderne tijd, dat wil zeggen voor 1800, hadden wij in Nederland hele soevereine steden. En vooral in de Gouden Eeuw, in onze 17e eeuw, konden steden, ook Den Bosch dus, kon alles doen. Daar kunnen we ons nu nauwelijks voorstelling van maken. Steden hadden een eigen justitieapparaat, konden een eigen munten slaan.
Het was zelfs zo dat soms steden met elkaar min of meer in oorlog raakten. Dat gebeurde nog in de 18e eeuw tussen Zwolle en Hattem. Die raakten gewoon slaags met elkaar. Oorlog dus. En toen riepen ze de Staten-Generaal in Holland van, nou, je moet wat doen. En die zei van, nou, bekijk het maar. Moet je je voorstellen hoe ontzettend decentraal Nederland was georganiseerd toen. En toen waren we heel welvaart, we waren heel rijk. En toen is er dus een transitie gekomen, hè, van die wat Maarten Pak dus democratisch republikeins meervoud noemt, naar democratisch enkelvoud. Dat wil dat zeggen, toen kwam die transitie, met Napoleon natuurlijk, en toen werden we een eenheidsstaat. En wat ziet Maarten Pak nou gebeuren? Dat in dat boek, en dat beschrijft hij heel mooi, en dat is heel actueel ook voor vandaag de dag, dat waar in die vroegmoderne tijd bossenaren, dus inwoners van Den Bosch, heel vaak het stadsbestuur petitie stuurde. Hè. Een verzoek hebben wij ook gedaan als partij. Ja, die zeiden er net wat over. Hè. Zo begonnen wij met een petitie, met een burgerinitiatief. Van verander dit, doe dat. Dat helemaal dikke orders, elk jaar lang. Dat na die transitie, als Nederland een eenheidsstaat is geworden, is dat helemaal opgedroogd. Doet niemand dat meer. En waarom niet meer? Omdat Den Bosch er niet meer over gaat. Alle besluiten, eigenlijk bijna alle belangrijke besluiten, worden dan natuurlijk in Den Haag genomen. Want we zijn een eenheidsstaat. En datzelfde proces zien we nu gebeuren. Zien we elke dag gebeuren als we in de Tweede Kamer zijn. Met ons land. Want wij gaan er niet meer over. Heel veel onderwerpen, daar gaan wij niet meer over. Dat is al lang uitbesteed. Vooral natuurlijk aan de Europese Unie. Of het nou om migratie gaat, over ons landbouwbeleid, stikstof. De Europese Unie heeft een hele dikke vinger in de pap. En het gaat zelfs zo ver dat als wij als Tweede Kamer bijvoorbeeld iets zeggen, wij willen bijvoorbeeld, hebben we onlangs gezegd, hebben we onze rug recht gehouden, komt zelden voor, hebben wij gezegd in een motie, wij willen geen digitale Europese identiteit. Willen we niet. Hebben we tegen de regering gezegd. Motie ingediend. En de regering zegt gewoon van, nou, bekijk het maar. We voeren het toch in. We doen het gewoon. En de Kamer, dat is dan weer de slaapkamer, zoals het altijd noemt, die laat het dan gewoon gebeuren. Van, ja, nou ja, oké, dan moet het maar. En zo gaat dat keer op keer. En dat hebben we natuurlijk gezien, bijvoorbeeld met het Oekraïne-referendum. Wij wilden dat EU-associatieverdrag niet. Dat is echt heel belangrijk. En de Nederlandse bevolking, u wilde dat niet. En wat zeiden ze in Den Haag? Doe het toch. Het is echt ongehoord. Hè. Dat is, vanuit democratisch perspectief kan niet vaak genoeg benadrukt worden hoe erg dat is. En dat gebeurt keer op keer. Dat is ook gebeurd 1 juni 2005, Europese grondwet. Dus die hele Europese Unie is daarop gestoeld. Hè. Dat wil zeggen, dat is natuurlijk het verdrag van Lissabon geworden. Wij zeiden, als Nederlandse bevolking, u zei, dat willen we niet. De Fransen zeiden dat ook. En dat is er toch gekomen. Dus die hele Europese Unie is in onze ogen illegitiem. Die is er gekomen, maar wij willen dat niet. En dat, ja... En dat mogen we nooit vergeten, want uiteindelijk is de bevolking, u bent de baas. Hè, kijk, tegenwoordig is het zo, de regering zegt dat, onlangs zeiden ze het weer, van we gaan gewoon ons eigen gang, kabinet. Wat het kabinet vindt, dat zei Van Huffelen onlangs, ook belangrijk. Als de Kamer iets anders wil, kan wel zijn, maar wij zijn demissionair, maar we doen toch wat we willen. Dat is eigenlijk ongehoord. Hè. Dus zij plaatst zich boven de volksvertegenwoordiging, en die volksvertegenwoordiging plaatst zich vaak boven de bevolking. Bijvoorbeeld bij referenda-uitslagen. Zeggen al die people, de clowns in Den Haag, die zeggen dan van, oh ja, nou, we moeten zelfstandig afweging maken. Dat zeggen ze dan, zelfstandig afweging. Dus de bevolking kan dit wel willen, maar we zien het toch anders. We maken een andere afweging. Dus dat is natuurlijk, dat moet je benagaan. Dus u bent uiteindelijk de baas. Wij zijn slechts volksvertegenwoordigers. Wij vertegenwoordigen u. Dus als u een direct bevel geeft via een referendum, hebben wij dat op te volgen. Maar zij denken, en dat is echt het rot in het systeem. Daarom zijn we ook zo'n groot voorstander van referenda. Thierry en ik hebben onlangs een referendumwet ingediend naar het Zwitsers model. En die Zwitsers, daar is dat ondenkbaar. Ik was een keer met een Zwitserse delegatie en die zeiden, dat ging toen in coronatijd, die absurde coronatijd. En zij zeiden toen van, ja, was een referendum over corona. Zeiden die allemaal, hè, dus de Zwitserse Volkspartij, maar ook de linkse partij hadden zoiets. We hebben liever niet dat referendum wordt aangenomen. Maar als dat gebeurt, zeiden ze tegen mij, ja, dan gaan we erop volgen. Dat kan niet anders. Het is ondenkbaar dat we die doen. En in Nederland, we hebben een hele regenteske regering, hebben ze zoiets van, nou, het zal zo zijn, we gaan gewoon onze eigen gang. En dat is dus en daar strijden wij tegen. En daarom is dat eerste speerpunt van ons, dank u wel. En daar staat of valt alles mee. En daarom is dat eerste speerpunt van ons, dat vind ik ook het belangrijkste speerpunt. En dat is Nederland weer soeverein. Wij willen... Ja, dank u. Wij willen de controle weer terugkrijgen. Dus die slaapkamerleden, tot hun grote schande, hebben de afgelopen decennia hebben de controle uit handen gegeven. Tegen de zin van u in. Dus het is illegitiem. Het kan niet. U heeft er gewoon geen toestemming. U heeft zelfs gezegd, dat willen we niet. Dat is toch gedaan. Dus dat is illegitiem. Dat kan niet. Hebben ze gedaan aan de EU, met allerlei verdragen, die associatieverdragen. Dus, en wij willen dat weer terug hebben. Dus we willen in ieder geval uit die Europese Unie.
We willen ook die Wereldgezondheidsorganisatie hebben gezien wat voor ramp dat is in de coronatijd. Wat voor, ja. De hele organisatie, voor een groot deel notabene door Bill Gates wordt gefinancierd, is natuurlijk totaal corrupt. Het hoofd daarvan is corrupt. Dat is iets waar we dus zo snel mogelijk uit zouden moeten willen. Daar willen we uit. Maar ook de NAVO heeft zich... Dat is niet meer het Nederlands belang. Die oorlog in Oekraïne eruit is niet in het Nederlands belang. En er zijn zat andere landen, zoals Zwitserland, die zien dat ook in. Die zitten ook niet in de NAVO. Dus wij moeten daaruit. En dat is uniek. Dat is echt uniek aan ons. Ook de PVV wil dat niet. Wij willen de controle eerst weer terugkrijgen. Dat is het allerbelangrijkste. En pas dan kunnen we dit land weer heropbouwen. Dus daar strijden we voor. Daarvoor kan u stemmen. Wij doorzien die hele agenda. Agenda 2030 is het voor de kennis. En daarom is het zo belangrijk dat u alle gaat stemmen. En stem op de enige echte verzetsbeweging van Nederland. Stem op Forum voor Democratie. Dank u wel. En nou is het mijn hele grote eer, om onze premierskandidaat aan te mogen kondigen, Ralf Dekker. Dankjewel. Ja, ik wil graag weten tot wie ik het woord richt. Dus mag ik van u weten, wie is er hier lid van Forum voor Democratie? Ja, daar valt weinig meer te winnen. Hè? Kijk, ik zit tegenwoordig in een groep met Mona Keizer, Frans Timmermans, Dylan Jesilkus en mijzelf. We hebben een appgroepje dat heet Premierkandidaten. En ik zal u geruststellen, we zijn het grotendeels eens. Het moet helemaal anders. Dat zeggen we al jaren met elkaar. En de andere namen die ik noemde, zijn allemaal mensen die zitten al jaren in de politiek. En die doen net alsof ze met de laatste 15 jaar helemaal niets te maken hebben. En die gaan het nu helemaal anders doen. Want vergis je niet, hè? Ook iemand als Pieter Omtzigt, premierkandidaat Frans Timmermans. Pieter Omtzigt zit al als op één na langste in de Tweede Kamer. Na Geert Wilders. Dus het is toch een beetje merkwaardig om die personen te hebben als, laat ik zeggen, de iconen van de grote verandering nu. Dat vind ik toch, ik weet niet, misschien ligt het aan mij, maar ik vind het niet zo geloofwaardig dat daar nu plotseling een geweldige koerswijziging vandaan komt. Dus in dat appgroepje ben ik toch een beetje een buitenbeentje, zal ik maar zeggen. En dat is wel iets wat ik wil meegeven vanavond. Het is zo belangrijk blijkbaar voor de kiezer wat de eerste indruk is die een kandidaat maakt. En maakt die kandidaat de indruk van een integere persoon? En weet hij een leuke, vlotte opmerking te maken bij een van de ruim bekeken debatten op de televisie? Dan wordt dat plotseling de held. En je merkt wel, en dat is denk ik wat we met z'n allen voelen hier, er is wel grote behoefte aan verandering. Want iedereen voelt, en ik denk wij in deze hele zaal ook, iedereen voelt, dit gaat op de een of andere manier een kant op die we niet willen. En dan kun je het hebben over de immigratie, je kunt het hebben over de LGBTQI+, je kunt het hebben over de economie in zijn algemeenheid, want het wordt al steeds duurder. Je kunt het hebben over de rol van de EU en de VN en de WHO en de WEF en al die andere afkortingen. Al die onderwerpen gaan een kant op waarvan met z'n allen zeggen, ja, maar op de een of andere manier, ik weet niet wie erover gaat, maar ik ben er gewoon niet blij mee. En dat loopt al jaren zo door. Dus het ongenoegen gevoel, het gevoel van het moet toch op de een of andere manier anders, dat is iets wat we met z'n allen gemeen hebben, denk ik. En daar komen ook telkens de vernieuwingen vandaan. Dus dan komt er plotseling een boerenburgerbeweging. En dan zie je mensen denken, ah, maar daar komt de vernieuwing vandaan. Dus iedereen rent daarop af. En die mensen halen krankzinnige percentages in de verkiezingen. En nu zitten ze er en dan maken ze afspraken met GroenLinks in de provincie enzovoort. En dan gaat het weer helemaal naar beneden. En je ziet dat dan weer
van ja, als een soort vuurpijl weer neerkomen. We hebben het zelf ook een beetje meegemaakt, ik moet het eerlijk toegeven. Ook wij waren plotseling helemaal een hype omdat we het anders gingen doen. En je krijgt dan een geweldig kontje, zal ik maar zeggen, van de media. Zoveel dat je boven je eigen gewicht wordt uitgetild. En dan vervolgens laten ze je vallen en dan gaat het weer mis. En je ziet dat in verhevigde mate nu. En het laatste slachtoffer van dat hele fenomeen is, denk ik, Pieter Omtzigt. Want NSC is omhoog geduwd alsof, ja, dat, die kon in zijn eentje de meerderheid halen, leek het wel. En nu plotseling gaat het naar beneden. En wordt ook daar weer, worden er allerlei ravages aangericht. En ik denk dat wat wij moeten doen, is rustig blijven, kijken wat moet er nou echt anders, wat gaat er al goed, want niet alles gaat fout, hè. Er gaat een heleboel goed, maar de hoofdstroom gaat de verkeerde kant op. En dan moet je dingen durven. Dan moet je durven af te wijken van wat altijd de gewone lijn was. En dan moet je durven te zeggen, ja, het kan wel wezen dat we met z'n allen in NAVO-verband ons moeten teweerstellen tegen Rusland. Maar als we eens afstand nemen, zit daar wel logica achter? Want een paar jaar geleden waren het nog de helden. En nu is het plotseling mis. Hoe zit dat? Nou, die vraag stellen betekent meteen al verketterd worden. En ik ben er nog steeds trots op dat wij de enige partij waren, maar ook echt de enige partij, die niet stond te applaudisseren bij Zelensky. En dat gold eerder voor onderwerpen die toen taboe waren, zoals bijvoorbeeld het hele klimaatgebeuren. En iedereen zegt nu van ja, nee, maar het klimaat is natuurlijk wel waar, is natuurlijk wel gevaarlijk. En er is wel een probleem, maar we moeten misschien iets minder snel maatregelen nemen. En wij zijn de enigen die zeggen, nee, er is helemaal niks aan de hand. Er is geen enkele reden om iets aan het klimaat te doen. Dat 17 jaar geleden al, zeggen we nog steeds. Dit is pure voor de gekhouderij. Als je dan wat ouder bent zoals ik, dan heb je het idee van, hey, als ik nou teruggeworpen word in de tijd, in de jaren 70, als wij in de jaren 70 hadden geroepen wat we vandaag roepen, dan waren we de saaiste partij van het land geweest. Want het was mainstream. Er waren gewoon maar twee geslachten. Hoezo meer? De EU was op zijn best een praatgroep, maar je moest het niet te gek maken. Want Nederland was Nederland. En zo kun je alle onderwerpen aflopen. Klimaat, het klimaat was veranderlijk, zoals altijd. In 1975 hadden we de heetste zomer in 35 jaar, geloof ik, of zoiets dergelijks. Ik ging 76, 75 is ook warm hoor, 76. Dus in zekere zin, en ik verveel daar mijn jongere partijgenoten altijd mee, was het op dat punt vroeger beter. Nu hebben we iPhones, dat is ook weer goed natuurlijk. Maar je ziet dus dat als je rust neemt, als je met afstand ernaar kijkt, dan zie je allemaal patronen. En uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat degene die gewoon blijft doen en die gewoon blijft verstaan met de mensen in het land en die gewoon ook de belangen behartigt van de Nederlander, die zal uiteindelijk winnen. En dat is natuurlijk Forum voor Democratie. En daarom zeg ik... Daarom zeg ik niet alleen stem Forum voor Democratie op 22 november aanstaande, maar ook ga in je omgeving. Veel van jullie hebben een brief gekregen, als het goed is allemaal. Overtuig nou 5 mensen in je omgeving dat ze Forum voor Democratie moeten stemmen. We hebben filmpjes en gegevens genoeg, want als we dat allemaal succesvol doen, dan gaan we deze verkiezingen gewoon winnen. Dankjewel. En dan heb ik tenslotte de grote eer om mijn fractievoorzitter in de provincie aan te kondigen, die tevens onze fractievoorzitter is in de Eerste Kamer. Kennen jullie hem? Dat is Johan Dessing. En Johan, kom op het podium. Dankjewel, Ralf. En wat fantastisch hier om de spirit in deze zaal te voelen. Ik voel enthousiasme, ik voel ook hoop. Ik voel ook de wil tot verandering. En dat resoneert. Dat resoneert niet alleen hier in deze zaal, maar dat moet dus via met die 5 mensen straks gaan overtuigen, ook in het hele land gaan resoneren. En dat is de taak die jullie ook hebben om ons daarmee te helpen. Want alle belangrijke revoluties in het verleden zijn begonnen met een heel klein aantal mensen
die de focus en de wil en de visie hadden om dingen te veranderen. En als we dat willen, dan kunnen we dat met elkaar. Ook hier, in dit mooie land. Want er is natuurlijk heel veel aan de hand. Er zijn al heel veel voorbeelden geweest. En als ik het zou moeten samenvatten, dan is het eigenlijk de afbraak van Nederland die ze nu voor onze ogen aan het uitvoeren zijn. En dat is diep triest, het is hemeltergend om dat te merken. Het is niet alleen onze koopkracht die naar de haaien gaat, waardoor we straks niks meer kunnen. Alles wordt te grabbel gegooid en het is natuurlijk vreselijk. En ik wil even inzoomen op een stukje van mijn vakgebied, zeg maar. Want ook de infrastructuur van Nederland, net al even genoemd, die 15 minuten steden. We mogen niet meer reizen, we hoeven niet meer te reizen. Alle bruggen, viaducten en wegen in Nederland, het lijkt van, wow, dat is heel normaal. Nee, die storten straks allemaal in elkaar en daar is geen geld meer voor. Maar waarschijnlijk vinden ze dat het niet meer hoeft, omdat we toch niet meer mogen reizen. En dat laten we niet gebeuren. Want niet alleen die infrastructuur is belangrijk, die infrastructuur is ook opgebouwd. Dat was de wederopbouwperiode na de oorlog, de mooie jaren 50, waarin met visie dit land weer opgebouwd werd naar een hele donkere periode. En ik zie wel parallellen, moet ik eerlijk zeggen. Want die infrastructuur moet opgebouwd worden. En wat er nog meer opgebouwd moet worden en wat ook afgebroken dreigt te worden op dit moment, dat gaat mij heel erg aan het hart, dat is onze nationale luchthaven Schiphol. Jullie hebben het gemerkt, het is echt heel erg triest dat zowel Schiphol als de minister van Infra, Verkeer en Waterstaat, een VVD-minister notabene, die de belangen van Schiphol met het afbreken van 40.000 vluchtbewegingen gewoon in de play gooit, om het zo even plat te zeggen. En het is gewoon onacceptabel, want Schiphol, 3% van al het geld wat wij met elkaar in Nederland verdienen, wordt verdiend in Schiphol en directe omgeving. En zo zijn er ook in deze regio van die belangrijke economische motoren die we gewoon moeten behouden. Forum voor Democratie kijkt toch even anders naar dat hele Schiphol-verhaal, want wij zijn voor luchtvaart. Maar luchtvaart heeft ook een grens op de huidige positie. Schiphol is aardig vol aan het raken. Maar de luchtvaart moet groeien, want de luchtvaart in Nederland is zo groot geworden door een heel belangrijk persoon. En dat is niet de persoon die je zou denken. Dat is niet Albert Plesman. Dat zijn niet de andere luchtvaarthelden. Nee, dat was de luchthavenmeester van Schiphol, Jan Dullaert. En die bedacht het één terminal concept. Eén terminal met alle startbanen en landingsbanen als een spaken van het wiel eromheen. En dan denk je, nou en? Maar hele makkelijke overstaptijden. Dus Schiphol is altijd heel aantrekkelijk geweest als overstap. En daarom is nu vanuit Schiphol zijn 180 bestemmingen via de lucht zijn te bereiken. En al die landen kunnen dus ook naar ons toe komen. Dus dat heeft een enorme aanzuigende werking die we moeten behouden. En als we dat voor de lange termijn toekomst willen behouden, en we denken daar even iets verder over na, want dat is wat wij als Forum voor Democratie doen, dan zou je dus eigenlijk moeten kijken van hoe zou je dat dan moeten gaan laten uitbreiden. En er is één oplossing. Een luchthaven in de Noordzee. Het kan. We hebben de technologie. We hebben absoluut de technologie. Ja. En dan zijn er natuurlijk altijd mensen die dan die beren weer op de weg zien. Hè? Want we denken altijd zo vaak in problemen. Terwijl laten we nou eens in mogelijkheden denken. Laten we nou eens in oplossingen denken. We hebben de techniek om de eilanden op te spuiten. Boskalen is onze nationale trots. We hebben een Nederlandse uitvinding, ongelooflijk innovatief, Hyperloop-verbindingen, waarbij je heel snel zeg maar vanaf het vasteland naar die nieuwe luchthaven komt. En zo moeten we gaan denken. Dat is de manier om dit kleine land weer groot te laten zijn. Het grote land, het mooie land van Forum voor Democratie. En stem daarom 22 november Forum voor Democratie. Dank u wel. Er zijn vast vragen, opmerkingen. Dus lopen mensen rond met microfoons. Daar, maar ook nog ergens anders of niet? Er is één persoon waar je de aandacht van moet zien te krijgen. Wie heeft er een vraag? Ik kan misschien ook wel, als het hier aan de voorkant is, het gewoon horen. En dan kan ik de vraag herhalen. Ik zie daar een hand omhoog. Daar zie ik iemand. Ja. Ik had de vraag. Staat hij aan? Geluid. Test. Ja, hij doet het. Hoe denken jullie over het Koningshuis? Ik zeg dus niet ons, maar het Koningshuis. Ja.
genoeg antwoord, denk ik. Volgende vraag. Nou, kijk. Wat wij... Het zijn eigenlijk twee dingen. Dus ten eerste vinden wij principieel eigenlijk dat de koning een ceremoniële rol en niet een politieke rol zou moeten hebben. En ten tweede vinden we dat het koningshuis wat meer van Nederland zou mogen houden. Wij schamen ons kapot dat onze koning excuses voor ons koloniale verleden heeft aangeboden. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma dat als wij gaan meeregeren, dan moeten die excuses worden ingetrokken. Dat is echt, dat is ongelooflijk. Dus, en Maxima, die steunt de CBDC, dus dat is het slavengeld, zeg maar. Dus dan krijgen we gewoon voedselbonnen, hebben we geen geld meer. Dus er is eigenlijk twee problemen. Het ene is dat het gewoon überhaupt nergens op slaat dat de koning de voorzitter is van de Raad van State. Dat er elke dag, elke week een vertrouwelijk gesprek is met de minister-president. Dat de koning naar de Bilderberg-conferentie gaat en naar het World Economic Forum en naar de dit en dat. Dat is raar. Dat moet niet. Maar het tweede is ook fundamenteler eigenlijk, dat die familie die moet begrijpen dat ze niet op kosten van de Nederlandse belastingbetaler mooi aan de jetset mee mogen doen, maar dat ze voor Nederland er zijn. En dat is echt als een fundamentele omslag. Hoi, ik vroeg me af wat jullie aan de jeugdzorg willen doen. Dat is Ralf zijn onderwerp. De meest jeugdige... Ja, dat is een beetje een merkwaardige taakverdeling die we hebben. Maar dit is eigenlijk niet iets om grap over te maken, want de jeugdzorg is echt een gigantisch probleemgebied in Nederland. Er zijn ook uitvoerige documentaires over gemaakt, wat voor problematiek zich afspeelt daar. En als je er nooit mee te maken hebt gehad, prijs je gelukkig. Want als je er wel mee te maken hebt gehad, dan weet je wat het overheidsapparaat in brede zin, en er worden dan ook allerlei aangesloten instituten bij, wat die voor een invloed kunnen uitoefenen op je persoonlijk leven. En mijn bezwaar tegen het jeugdzorgsysteem van vandaag is onder andere dat we veel te veel gebruik maken van ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. En dat verlamt een gezin volkomen en dat is gevaarlijk. En een tweede is dat het hele netwerk van jeugdzorginstellingen is voor een deel op commerciële basis ingericht. Waardoor er verkeerde prikkels bestaan, financiële prikkels, die niet altijd in het voordeel van de betrokken jeugd werken. En ik druk me heel voorzichtig uit, want ik weet dat er enorme excessen bestaan en rampzalige gezinssituaties. Maar ik weet ook dat ontzettend veel mensen in de jeugdzorg heel hard werken met echt hart voor de zaak. Dus ik denk dat het, kijk, overal heb je rotte appels natuurlijk, maar ik denk dat het qua opzet, ik zou haar zeggen accident prone is. Je vraagt om moeilijkheden bij de structuren die wij in elkaar hebben gezet en die moeilijkheden zijn er dan ook. Dus er moet fundamenteel naar gekeken worden om dat echt anders op te zetten. En dat is geen eenvoudige zaak hoor, maar een van de dingen die ik in mijn hoofd heb is, er moet op de een of andere manier een prikkel zijn om juist kinderen zo min mogelijk uit de gezinnen te halen, in plaats van zoveel mogelijk. Nou, zo zijn er een heleboel dingen, maar het is het is geen makkelijk onderwerp. En als Kamerlid ga jij je daar verder in verdiepen, hè? Want dat hebben we ook, dat hebben we ook besproken in een podcast die binnenkort online komt, denk morgen. Maar dat is een van de onderwerpen waar je je echt ook op wil gaan richten. Ja, dat is. Kijk, verder ben ik een beetje bezig met de financiën en allerlei van die technische onderwerpen. Dit is een heel ander onderwerp. Het is ook niet een onderwerp waar we ons als Forum voor Democratie in het verleden heel actief mee bemoeid hebben. Maar het raakt zo ontzettend veel mensen in het hart. En mensen zijn ook een beetje beschaamd om dat toe te geven. Want ja, dat betekent toch dat je blijkbaar een goede ouder bent of zoiets. En dat is in de meeste, wat zeg ik, in het overgrote deel van de gevallen helemaal niet zo. Er is gewoon een situatie gegroeid die mensen in de problemen brengt waar dat niet nodig is. Dus het is voor ons een
onderwerp wat we heel veel aandacht willen geven. Je moet ook uitkijken dat je geen sweeping statements doet over onderwerpen waar je niet het fijne van weet. Dus ik ben nu bezig om te studeren op dat onderwerp. Wat speelt er precies? Want voor je het weet nemen we weer de verkeerde maatregelen en gaan we weer helemaal de verkeerde kant op. Maar hier moet echt heel veel verbeterd worden. Dankjewel. Volgende vraag. Ja, wij waren vanmiddag aan het flyeren in Wijchen. En toen werd ons de vraag gesteld door iemand van GroenLinks wat ons abortusstandpunt is. Ja, dat is het Pepijnse onderwerp. Ja, dank. We hebben elkaar er inderdaad al over gesproken net in de hal. En goed dat u dit vraagt. Kijk, dit is ook geen kernstandpunt voor onze partij, want het is natuurlijk veel meer bijvoorbeeld iets voor de SGP. Ons basisstandpunt is, elke abortus is een tragedie. Dus wij zijn van mening dat het nu eigenlijk al veel te makkelijk is. En wat je in de Kamer ziet, is dat ze er alles aan doen, en vooral die progressieve partijen, om het nog makkelijker te maken. Ze hebben bijvoorbeeld die bedenktijd afgeschaft, die 5 dagen bedenktijd. Als je een huis koopt, heb je verplicht 3 dagen bedenktijd. En die 5 dagen voor een kind, dat is blijkbaar, dat is het niet waard. Ik vond dat debat ook heel erg vreemd. Want er was ook een juichstemming toe van, nou goed, hè, dat is dat er nou eens vanaf is. Ze willen het uit het wetboek van strafrecht halen. Ze willen er eigenlijk alles aan doen om het nog makkelijker te maken. En je kunt nu een klein babytje van, die dus in de buik van de moeder zit, van 21 weken, die kan in theorie al overleven. Bedenk dat wel. En buiten de baarmoeder, met heel veel intensieve zorg natuurlijk. En die kan ook geaborteerd worden. Denk daar eens bij na. En dat heel veel mensen beseffen dat, denk ik niet. En wij zijn dus van mening dat heel veel landen om ons heen, bijvoorbeeld, is 12 weken is de grens. En wij vinden dat er dus te makkelijk over wordt gedacht. Wat ik hoop, is dat na de verkiezingen, dat er een meerderheid wellicht in de Kamer is om het misschien terug te brengen, dat de SGP dat gaat aanvoeren, om het terug te brengen naar 12 weken op zijn minst. Dus dat is, ja. En in aanvulling daarop, ik hoorde net wat mensen, toen ik zei, dat is Pepijnse onderwerp, van, oh, maar ik vind het juist heel mooi. Ik kan ook die vragen best beantwoorden, maar ik vind het ontzettend leuk dat wij echt als team dit doen. En dat we gewoon een brede partij zijn. Dat wou ik toch even zeggen. Het wordt vaak mij in de schoenen gegooid over dictator, secteleider, alleenheerser. Terwijl wij zijn juist de enige partij die met meerdere mensen op podium gaan. En dat heb ik ook altijd juist gewild. Daarom hebben we ook afsplitsingen gekregen. Omdat ik andere mensen ook het podium gunde, die dan vervolgens natuurlijk naast de schoenen gingen lopen en dachten, nu kunnen wij het zelf. En Joost Eerdmans die had goud in handen, maar die gaat 0 zetels halen, ja jammer. Maar ik wil ook nog iets zeggen in aanvulling hierop. Dus wij vinden inderdaad, abortus is eigenlijk te makkelijk nu. En die bedenktijd, en het kan ook tot te veel weken. Maar er is ook iets anders, een fundamenteler punt, en dat is dat de rol van de vader überhaupt in het hele proces van verwekking tot voogdij in echtscheidingssituaties enzovoorts, die wordt veronachtzaamd. Mannen hebben te weinig rechten, vinden wij in Nederland. En dat is ook een onderwerp wat een taboe is. Dat is ook een onderwerp waar niemand over durft te praten. Maar dat is gaande. 90% van de echtscheidingen onder hoger opgeleide mensen, wat inmiddels ook iets van 90% van de Nederlandse bevolking is, geloof ik. Want ja, daarom zei ik 90%. Dat is bijna iedereen. Iedereen die kan lezen en schrijven. Gewoon normaal. Je hebt helemaal gelijk. Maar 90% en onder de totale bevolking iets van 70%, maar een overweldigend deel van de echtscheidingen wordt in weerwil van wat de feministische theorie is. Feministische theorie is, mannen zijn volstrekt onbetrouwbaar, verwekken een kind en denken dan van, joh, ik ga drinken met mijn vrienden, laat maar, en verlaten de vrouw. Dus er moeten rechten komen voor alimentatie voor vrouwen enzovoorts. De praktijk is, het overweldigende meerderheid van alle echtscheidingen wordt geïnitieerd door vrouwen. Ja. Dat is wel waar. Nee, niet in elke. Er zijn gevallen.
Dus het is niet dat 100% van rechts, maar het is wel zo. En dat, dus, dat geeft te denken, dat is iets om over na te denken. En vervolgens verliest de man eigenlijk altijd de rechtszaken, eigenlijk altijd. En dus ik had wel verwacht dat ik weerstand zou krijgen van de zaal, want dit is een taboe onderwerp. Dit is een taboe onderwerp. Dit is absoluut een taboe onderwerp. Het feminisme heeft dit als een soort absolute waarheid. Mannen zijn de bad guys, vrouwen zijn de good guys. Dat is het frame dat we dag in dag uit krijgen. En dat werkt dus ook door in de discussie over abortus. Dus dan zie je Frans Timmermans zeggen, het is aan de moeder, het is aan de vrouw, alleen maar. Maar dat is eigenlijk, is dat, misschien in laatste instantie is dat zo. Hè? Kun je zeggen, in laatste instantie, oké, fine, fair enough. Laatste instantie, het is bij de vrouw, het is van de vrouw. Maar het is wel, eigenlijk is het raar. Eigenlijk is het raar dat een kind dat van een vader en een moeder is. En je komt bij een abortuskliniek en die vader wordt de deur gewezen. Die vader mag niet mee naar binnen. Dat is eigenlijk, is dat ergens, is dat raar. En zo geldt het ook voor de voogdij die altijd naar de moeder gaat. Zo geldt het ook voor de alimentatieregelingen die altijd in het voordeel van de vrouw uitpakken. En zo gaat het ook in de algemene publieke opinie, waarin het altijd het idee is, moeder is de good guy, vader is de bad guy. Terwijl ook in de psychiatrie, psychotherapie, alles, het overweldigende deel van de klachten van kinderen over hun opvoeding gaat altijd over de moeder. Altijd. Bijna altijd. De verhouding mensen die klagen over hun vader versus mensen die klagen over hun moeder is iets van 20-80%. Is echt waar. Dus wij vinden dat een heel belangrijk en ook heel diep maatschappelijk onderwerp. En ik voel dat ik jullie totaal kwijt ben vanavond. Maakt niet uit. Over een paar jaar dan zeggen jullie, had Thierry toch gelijk. Zo ken ik het al. Zo gaat het al mijn hele leven. Prima. Volgende vraag. Ik dacht, ook, deze jongens gaan ook gewoon van het podium nu lopen. Van, hier, wij nemen afstand hiervan. Nee, oké, okay, nee, fijn. Volgende punt. Ik zag jou, je had ook je hand op omhoog. Zeg het maar, ik hoor je wel. Ja. Ik ga je vraag beantwoorden. Dus deze meneer zegt eigenlijk het volgende. Je hebt in 1990 een huis gekocht voor toen, wat zal het zijn geweest, 65.000 gulden. En nu, omgerekend euro, dus 140.000 gulden. En het is nu 4 ton waard. Netjes afbetaald, fantastisch. En wat willen ze inderdaad nu gaan doen? Dat is box 3, heffing daarop rekenen. Gideon heeft die rekensommen paraat, kan hij zo nog even toelichten. Ik zal er een algemeen punt over maken. Want ik ben het helemaal met u eens, het is natuurlijk schandalig. Maar wat is nou de situatie? Onze regering, of om het in lijn te houden van mijn verhaal aan het begin van de avond, het kartel. Het kartel heeft zich vastgeklonken aan een aantal megaprojecten waarvan ze willen dat ze koste wat kost doorgaan. Klimaatbeleid, massamigratie en Europese eenmaking. En daar kun je eventueel nog aan toevoegen, militair-industrieel complex. Dat alles, dat kost ons onze volledige welvaart. Dat is gewoon volkomen onbetaalbaar. Immigratie kost heel erg vreselijk veel geld. Omdat die mensen hebben taalachterstand, leerachterstand, culturele problemen met zich mee. Vaak medische dingen, criminaliteit, allemaal dingen. Heel erg duur.
klimaatbeleid onbetaalbaar. Kost minimaal 1000 miljard en counting. En de Europese eenmaking kost ons ons spaargeld. Euromunt. Dus, wat die mensen moeten doen van het kartel, dat is dat geld ergens vandaan halen. Ja, that's where you come in. De huizenbezitters, de mensen in Nederland, dat is de enige plek waar mensen in Nederland nog hun kapitaal hebben staan. Sorry? Nee, maar om geld dus op te halen, om de schatkist te spekken voor deze projecten, zie je dat gewoon over de hele linie alles duurder wordt. En inclusief de huizenbezitters, dus die mogen eens even lekker gaan betalen over box 3, over wat ze dus aan overwaarde hebben op hun huis. En dat wordt gerekend als kapitaal en daar mag je dan belasting over gaan betalen. Dat is een logische consequentie, want je ziet die mensen zitten van de regering. Tot ziens, bedankt voor jullie komst. Oh, gezellig. Je ziet ze zitten. En ze denken, waar moeten we dat geld vandaan schrapen? En wat ze gaan doen, is ze doen natuurlijk inflatie. Inflatie is een vorm van verkapte belasting op de middenklasse. Want de armen hebben geen spaargeld. En de rijken hebben ook geen spaargeld. Want die hebben dat geld namelijk zitten in kunst, in huizen, in beleggingen. Dat soort dingen. Dus inflatie is belasting op de middenklasse. Dat zijn dus jullie allemaal, dat zijn wij. Dat zijn mensen die hun spaargeld op een bank hebben staan. Hele rijke mensen hebben helemaal geen spaargeld op een bank staan. Tuurlijk niet. De hele arme mensen hebben geen spaargeld. Maar middenklasse heeft spaargeld. Dat pakken ze met inflatie. Eigen huis, dat pakken ze ook. Met deze box 3 heffing. Al die dingen is allemaal gericht op het wegdrukken van de middenklasse. Dat is de megatrend die we zien. We worden allemaal in de onderklasse gedrukt. You will own nothing, maar ik heb goed nieuws. You will be happy. Maak je maar geen zorgen. We hebben nog... Oké, nou, als je nog toelichting wilde, jongens, zitten klaar voor straks. Andere vragen? Heel veel vingers, wat leuk. Er is dus een microfoon. Oh ja. Ah, ja. Ah. Ik heb vanmiddag de nieuwe peiling gezien van Maurice de Hond, waarop VVD en PVV beide bovenaan staan met 26 zetels. Wat is uw reden om dan niet op de PVV te stemmen, maar toch op de FVD, aangezien de PVV de grootste van Nederland kan worden? Hele goede vraag. Ik denk dat ik daar in het begin eigenlijk al iets over heb gezegd, maar ik ga het op een andere manier opnieuw proberen te zeggen. PVV is, afgezien van een aantal politieke onderwerpjes, in onze ogen ook gewoon onderdeel van het systeem. Is een partij die, wat heel veel mensen niet weten, de transgender en LGBT-agenda volledig ondersteunt. Hebben in 2019 gestemd voor het introduceren van regel 38 van de Wereldgezondheidsorganisatie manifest voor de seksualisering van kinderen. Fleur Agema, voorgestelde minister van Volksgezondheid van de PVV, is een voorstander van de geslachtsveranderingsoperaties vanaf 11 jaar bij kinderen. Heeft ook tegen onze motie gestemd om dat te verbieden. Heeft het knappe chirurgie genoemd. Wil dat kinderen vanaf 16 borsttransplantaties kunnen doen, borstamputaties. De PVV was nergens te bekennen bij corona. Wilders heeft zich gewoon laten vaccineren, enzovoort, enzovoort. De PVV staat blind voor Israël. Terwijl wij denken, jongens, dit is helemaal niet goed wat daar gebeurt. Volstrekt disproportioneel. Al die arme Palestijnen de hel in bombarderen. Schandalig. De PVV is nergens te bekennen. De PVV steunt Oekraïne. Dat wil zeggen, steunt de NAVO. Steunt de NAVO oorlog tegen Rusland. Wij niet, wij willen dat helemaal niet. Wij vinden dat Nederland neutraal moet zijn in die zaak. Dus politiek zie je een heel duidelijk verschil, waarbij de PVV op de diepe punten, fundamenteel gezien, onderdeel is van het systeem, alleen op een aantal thema's, zeg maar, een ander beleid voorstaat. En daarnaast is er ook nog iets anders, en dat is dat de PVV is eigenlijk een eenmansbedrijf. Je hebt Wilders, je hebt één lid, en ze zijn actief in het parlement. Maar ze zijn geen
partij in de zin dat ze geen maatschappelijke beweging hebben. Ze hebben geen afdelingen, ze hebben geen gemeentebijeenkomsten zoals wij dat elke week hebben. Ze hebben geen school, ze hebben geen netwerk van boeren, ze hebben geen app, ze hebben geen opleidingsinstituten, ze hebben geen discussieavonden. Ze hebben helemaal geen maatschappelijk bouwwerk. Wat wij aan het doen zijn, wij zijn een zeil aan het bouwen. Dat is bij hen helemaal niet aan de orde. Dus zowel inhoudelijk, qua standpunten, als qua partijorganisatie, denk ik dat er grote en ook fundamentele en diepe verschillen bestaan. Dat gezegd zijnde, het is natuurlijk wel van alle partijen de partij die relatief gezien het meest dicht bij ons staat. En ja, als ik moet kiezen wie de verkiezingen wint als het niet FVD is, dan gun ik het Geert van harte. En ik heb heel goed contact met hem en ook met heel veel Kamerleden van de PVV. We gaan gewoon normaal met elkaar om. Dus ik denk dat we best wel heel veel dingen samen kunnen gaan doen, ook als dat allemaal zou gebeuren. Maar een stem op Forum is wel een stem die uiteindelijk, denk ik, veel meer effect sorteert. Niet alleen omdat we dus veel dieper al die issues aangaan en ook op heel veel fundamentele issues er waren, terwijl de PVV er niet was. Maar ook omdat wij begrijpen dat politiek uiteindelijk, zoals Andrew Breitbart dat zo mooi zei, stroomafwaarts is van de cultuur. Dus het begint bij cultuur en daarna krijg je de politiek. En de cultuur kun je alleen veranderen door een maatschappelijke beweging te hebben. Door een opleidingsinstituut, door mensen bij elkaar te brengen, enzovoort, enzovoort. En terwijl als je alleen in de politiek zit, dan zul je uiteindelijk nooit die onderstroom verleggen. Dus dat is hoe ik daarnaar kijk. Ik wil daar iets aan toevoegen, want ik denk dat het ook de vraag ook te maken heeft met het zogenaamde strategisch stemmen. He, dat je denkt van, nou laat die dan maar de grootste worden. Tegen die mensen die strategisch overwegen te stemmen op PVV, zou ik willen zeggen, er is maar één strategische stem mogelijk om dit land daadwerkelijk te veranderen. Dat is stem op Forum voor Democratie. Dit is heel belangrijk. Nederland heeft, anders dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten, een parlementair stelsel met evenredige vertegenwoordiging. Dat betekent dat het, en ik heb gemerkt dat heel veel mensen in Nederland dat niet weten. Ook journalisten niet en zo. Het gaat helemaal over wie wordt de grootste. Maar het maakt in ons staatsrecht helemaal niet uit wie de grootste wordt. Waar het om gaat is wie 75 plus 1 zetels in een coalitie bij elkaar kan krijgen. Dus ook als Geert straks 40 zetels haalt, gaat hij niet regeren. Gaat helemaal niet gebeuren. Hoogstwaarschijnlijk niet. Hoogstwaarschijnlijk niet. Want Pieter Omtzigt, 2/3 van zijn stemmen komen van de PvdA, D66, allemaal linkse partijen. Dan is hij alles kwijt. De VVD is ten diepste voorstander van massa-immigratie en klimaatbeleid. Andere partijen kunnen er überhaupt niet mee door één deur. Dus je moet helemaal. De verkiezingen in Nederland zijn verworden tot premiersverkiezingen. Terwijl dat zijn het helemaal niet. Je kiest een parlement met allemaal partijen. Als het zo zou zijn, dat het daadwerkelijk een winner-takes-all systeem zou zijn, dan zou het misschien strategisch stemmen, dan zou je dan kunnen zeggen, oké, want als je dan niet de grootste partij stemt, dan gaan al die stemmen naar de ander en dan heb je niks. Die redenering kan ik ergens volgen. Dus in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, dat is opgedeeld in allemaal kiesdistricten, en die kiesdistricten die gaan of naar Labour, of naar de Conservatives, of naar een derde partij. En dan slaat het ergens op om te zeggen, oké, weet je wel, ik heb liever de Conservatives dan Labour, maar ik heb nog liever UKIP dan de Conservatives, maar UKIP gaat sowieso niet winnen, dus dan stem ik maar Conservative, want ja, anders wint Labour. Dat is een zinvolle redenering. Maar in Nederland is dat systeem hebben wij niet. Dus je moet
volgens mij gewoon kiezen voor het parlement. Je moet kiezen voor de partij. Dankjewel voor je komst. Je moet kiezen voor de partij die het dichtste in de buurt komt bij wat jij wil dat er wordt vertolkt. Wat jij wil zien in de Tweede Kamer de komende jaren. En kijk, die regering, dat wordt toch een slap aftreksel. Dat wordt toch helemaal niks voorlopig. Het moet eerst nog veel verder moet dat indalen, denk ik, verwacht ik. In 2012 hadden we ook zo'n strategisch moment, dat weten jullie ongetwijfeld nog. Toen stonden VVD en PvdA heel groot bovenaan alle peilingen. En ik heb toen strategisch op de VVD gestemd. Oh, nee. Ja. Want ik dacht, nee, ik wil niet Diederik Samson, dan liever Rutte. En toen kregen we ze allebei. Dus strategisch stemmen, het heeft nooit zin om dat te doen. Het heeft nooit zin, je weet niet wat je krijgt, je wordt toch verneukt. Dus stem gewoon wat je wil. Hallo? Oh, goeiedag, jullie horen mij. Dankjewel, jonge dame. Mag ik ook nog een vraag stellen aan jullie? Hier sta ik, dankjewel. Nou kijk, 4 maanden geleden heb ik te horen dat ik mijn huurhuis uit moet, dat is geen probleem. Ik had een jaarcontract en nu ben ik 4 maanden echt al hard aan het zoeken naar een appartementje, maar dat lukt niet. Dus nu moet ik 28 november moet ik de sleutel inleveren. En dan vraag ik mezelf af, heb je er ooit over nagedacht om daar misschien iets in te filteren tussen mensen die een woning zoeken, die hard werken hier, die daar voorrang op krijgen in plaats van anderen? Je bedoelt dat verblijfsvergunning statushouders jouw huis hebben gekregen? Nee. Ik had een jaarcontract, ik werd eruit gezet. Ik ben nou wanhopig op zoek naar een appartement en woonruimte, maar er is niks beschikbaar. Ik kom nergens tussen. Okay. Maar andere mensen wel. En wat bedoel je dan met andere mensen? Ja, gewoon andere mensen die hier binnenkomen, die hier komen werken. Ja, precies. Dus ja. Statushouders, dat bedoel je toch? Mensen die hier binnenkomen. Ja. Immigranten. Ja. Dat bedoel je toch? Ja. Ja, de afgelopen, en het probleem is dat deze discussie heeft dus helemaal niets te maken met racisme. Dat wordt het altijd ingeframed en het wordt altijd gezegd. Maar de afgelopen 10 jaar hebben de regeringen meer dan 1 miljoen mensen netto het land binnengelaten. 1 miljoen. Ja, je moet volgens mij niet super goed in wiskunde zijn om te begrijpen dat die mensen allemaal een huis nodig hebben en dat er dus een enorme druk komt op onze woonsituatie. Als je tegelijkertijd een klimaatwet indient die alle woningcorporaties verplicht om te verduurzamen, waardoor al hun geld, al hun reserves opgaat naar warmtepompen, dubbel glas, isolatie, verandering van de spouwmuren, noem het allemaal op, convectorradiatoren. Dan heb je dus geen geld meer over, als bouwvereniging, als woningcorporatie, om nieuwe woningen te maken. Dus aan de ene kant stop je de aanmaak van nieuwe woningen. Aan de andere kant laat je dus gemiddeld 100.000 mensen per jaar het land binnen. Dan krijg je enorme problemen. Wat wij willen is stop met die klimaatonzin, want het slaat helemaal nergens op. Nederland stoot op de totale werelduitstoot los. Want ik geloof überhaupt niet dat CO2 een probleem is. Ik geloof ook helemaal niet dat er een klimaatprobleem is. Volgens mij is dat allemaal onzin. Maar als je dat al gelooft, dan slaat het helemaal nergens op dat Nederland, als zo'n beetje enige land op aarde, zijn hele economie kapot moet maken om wat 0,46% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot terug te dringen. China is goed voor 38,6%. China doet niet mee. De andere 60% op aarde, dat is Rusland, Indonesië, India, heel Afrika, die doen ook allemaal niet mee. Dus we zijn gewoon compleet getikt dat we dit doen. Maar oké, dus dat moet je stoppen en je moet die immigratie stoppen. En dat is eigenlijk heel simpel. En dan kan iedereen in een paar jaar weer op een normale manier een huis krijgen. Probleem opgelost. Meneer Baudet, dat begrijp ik. Mijn vraag was, is er iets
Heeft u mij verstaan? Nee. Oké. Nee, mijn vraag was, is dit te realiseren of iets in te brengen dat daarop gefilterd kan worden naar mensen die een huis harder verdienen dan een ander? En u begon weer over immigratie en mensen die hier binnenkomen. Dit bestaat al. Dit heet een urgentieverklaring. En je kan bij de gemeente aangeven dat je een schrijnend geval bent. En dan wordt dat beoordeeld. En dan krijg je een urgentieverklaring. En dan krijg je voorrang op andere woningzoekenden op de sociale huurmarkt. Het probleem daarmee is dat iedereen die een verblijfstatus heeft, automatisch een urgentieverklaring krijgt. En daarom dus altijd voorrang krijgt op sociale huurwoningen. Maar dit moet je zeker aanvragen. Maar dit is eigenlijk wel, kijk, dit is wel het verschil tussen FVD en de gewone politieke debatten. Dus als hier een Lilian Marijnissen zou staan, of een Rob Jetten, of weet ik veel, jongen, dan zouden zij voor dit specifieke geval, hè, specifieke voorrangsregelingen, dan zouden ze zeggen, nee, wij willen 12,5% en zeggen we, ja, wij willen 11,5% en zo. En wij geloven niet dat dat een zinvolle manier is om naar grote maatschappelijke problemen te kijken. Wij proberen altijd uit te zoomen van wat is nou eigenlijk het probleem? En al die specifieke regeltjes voor al die specifieke belangengroepen, dat is allemaal, eigenlijk is dat steeds de legpuzzel verplaatsen. Dan ga je daar weer het gat dichten. Dan ga je daar weer een noodoplossing verzinnen. Dan ga je voor die groep weer een speciale regeling maken. En dan krijgen die weer iets toegestopt. Ik snap dat het voor jou nu is het urgent. Maar het woningprobleem in Nederland lossen we alleen op als we het klimaatbeleid stoppen en de massa-immigratie stoppen. Al het andere is geneuzel in de marge. Ik had een vraag. Wat is jullie zicht op de infrastructuur van het openbaar vervoer en de privatisering van bedrijven zoals NS en andere grote bedrijven? Supergoeie vraag. Ja. We hebben het over liberalisering en ik vraag me af wie ik het woord mag geven hierover. Maar wat het eigenlijk is, dat is helemaal niet liberalisering of privatisering. Wat we eigenlijk hebben gedaan, is nutsbedrijven die natuurlijke monopolies zijn, hogere bonusregelingen geven die betaald worden door de belastingbetaler, die vervolgens ook weer meer mag betalen voor een kaartje. Maar het is eigenlijk een lose-lose situatie geweest. Maar Johan kan daar veel meer over vertellen. Ja, dank ook voor deze vraag. Als je puur kijkt naar het overkoepelende mobiliteitsthema, dan denk ik dat Forum staat voor vrijheid van keuze in mobiliteit. Je hebt tegenwoordig de ladder van mobiliteit. En als je zeg maar helemaal aan het spectrum, aan de kant van bijvoorbeeld Partij voor de Dieren gaat zitten, dan willen ze eigenlijk het liefst eerst dat je niet reist. Als je dan reist, dan moet je eerst te voet, vervolgens met de bakfiets, dan met de fiets, dan met de elektrische fiets natuurlijk. En pas helemaal ergens aan het einde komt ook nog eens een keer de auto. En de trein, die vinden ze natuurlijk ook heel erg belangrijk. Vliegen is helemaal out of the question. Dus de korte vluchten die op Schiphol zouden zijn, die zeggen ze, die kunnen makkelijk met de trein doen. Nou, ik heb laatst een gesprek gehad met het hoofd, de directie van minister van Verkeer en Waterstaat, die gaat over de treinen. En ze hebben allerlei plannen om dus die verbindingen naar München, die treinverbinding, om die beter te maken, om dan zogenaamd ook dat internationale pan-Europese treinnetwerk, om dat dan uit te breiden. Nou, dat is hartstikke ingewikkeld. Want spoor aanleggen kost heel veel ruimte, het kost heel veel materialen. Je moet al die landen laten meewerken. Dus voordat er een hoge snelheidstrein naar München ligt, ben je ver voorbij 2030. Maar waar mensen aan voorbij gaan, is dat de infrastructuur van Nederland, ook voor wat betreft automobiliteit, hè, als dat op zo'n laag plan wordt gezet, dan krijg je dus dat al die bruggen naar de haaien gaan. Dan krijg je dus, zoals in Noord-Holland, dat de A7, dat er nu geen vrachtwagens overheen mogen die zwaarder wegen dan 30 ton. Dus onze hele economie wordt daardoor bedreigd. En het wordt ongelooflijk onderschat. Dus niet alleen het autovervoer moet zeg maar, de ruimte krijgen. En het treinvervoer moet natuurlijk ook zeg maar, wel de ruimte krijgen. Maar die privatisering, onder andere van ProRail, is funest geweest. Want die bedrijfsvoering van ProRail, die zorgt ervoor dat er hoeft maar één blaadje op de rails te liggen in de herfst. En het hele treinverkeer ligt plat. Nou, dat doen ze in Zwitserland, doen ze dat heel anders hoor, geloof me.
Dus het is een nutsvoorziening die je denk ik meer in staatshanden zou moeten houden en minder zou moeten privatiseren. Dus daar moet je op een slimme manier over nadenken. En nu gaan we wijn drinken of bier en we kunnen elkaar daar ontmoeten en we gaan doorpraten. Dankjewel voor je komst jongens, dankjewel. Op 22 november geven we ze een ongelofelijke dreun, dankjewel. Kan ik jullie nog even vragen? We gaan eventjes hier iets doen, Eerste foto. Jongens, 1, 2, 3, blijf even staan. Jongens, 1, 2, 3, foto. Wow!